Het water staat echt heel hoog. Dit hebben we eigenlijk nog nooit zo meegemaakt. Dus alle waterstanden en de hoeveelheid water die hier voorbij komt, dat is echt zo hoog als nooit tevoren. Zandzakken en extra pompen is een van de maatregelen om wateroverlast tegen te gaan. Maar ook het inzetten van waterbergingsgebieden zoals deze in Veghel zorgt voor droge voeten. Daar hebben we dus sinds gisteren heel veel water geparkeerd. Om even wat lucht te hebben hier op de A. Ja, deze stuw hier hebben we gisteren dus opengedraaid. En dan stroomt het water hier vanuit de A dus op deze manier het waterbergingsgebied in. Hij is nu inmiddels alweer dichtgedraaid, zodat het water aan de andere kant er weer rustig uit kan lopen. Het waterschap heeft al meer maatregelen genomen. Ja, naast deze waterwerking proberen wij dus het water zo goed mogelijk te sturen en te zorgen dat er dus zo min mogelijk wateroverlast is. Dat lukt dus niet overal, omdat ook de grondwaterstanden gewoon echt, de bodem is gewoon helemaal verzadigd. Dus eigenlijk kan het al het water alleen over onze sloten en beken en kanalen afvoeren. Ja, en als dat te hoog komt te staan, dan stroomt het wel wat op het land. Maar het is op zich nu in de winter niet zo heel erg. Dit soort overstromingen waren de afgelopen dagen te zien in bijvoorbeeld Kromvoort. Daar liep vakantiepark Zandlijf volledig onder. In natuurgebied de Maashorst is ook een groot deel ondergelopen. En de Maas trad op bepaalde plekken bijna buiten haar oevers. Ja, de Maas die is wel wat verhoogd ook de afgelopen dagen, maar niet tot hele kritische waarden. Dus het kan zijn dat de uiterwaarden langs de Maas her en der inderdaad wel wat water zijn gaan bevatten. Maar dat is allemaal binnen wat normaal gesproken ook gebeurt. Dus dat is verder niet problematisch. Voor de A zijn er grotere zorgen. Ja, dat klopt. De A heeft het wat zwaarder op dit moment. En dat komt vooral door de alle regen die in het gebied zelf is gevallen. En al weken, maanden lang eigenlijk. Dus we zitten al maanden en weken op verhoogde niveaus. Dus ja, dan hoeft er maar 1 of 2 dagen met heel veel neerslag te zijn. En dan stijgt het heel snel. Dus en we kunnen niet meer afvoeren dan wat we nu doen. Dus ja, dan kan het alleen nog maar de breedte in. Het waterschap krijgt steeds meer meldingen van ondergelopen akkers en kelders. Ja, als ze denken dat het water vanuit onze watergangen te dicht bij hun, bij hun huis komt of zo, dan mogen ze ons altijd bellen. Wij zijn gewoon via ons algemene nummer te bereiken. Het kan ook zo zijn dat het door de grondwaterstand komt die heel hoog is. Ja, daar kan eigenlijk niemand iets aan doen. En als het via de riolering is, dan kan je het beste met de gemeente bellen. Voor het waterschap was het dan ook zeker geen rustige kerst. Ja, dit is ons werk in ultieme vorm, dus daar offert iedereen graag zijn kerstactiviteiten wel voor op.